zondagmorgen en het is heel vroeg. Maar we hebben een missie. Precies een jaar geleden kreeg Gaykrant een beetje mot met regisseur Martijn van Nellestein. Wij kwamen namelijk niet opdagen op de première van zijn toenmalige Sinterklaasfilm. Maar ja, wij gingen naar Legally Blonde, de première van Albert Verlinde's musical. Een kwestie van kiezen. Vandaag hebben wij een kans om het goed te maken. Want Sinterklaas en het raadsel van 5 december, zijn gloednieuwe Sinterklaasfilm, gaat vandaag in première in Tuschinski Amsterdam. Kwestie is, komt het weer goed tussen Gaykrant en Martijn van Nellestein? De laatste jaren, en dit jaar nog het meest, hebben veel mensen ook nog een alarmsysteem genomen. En dat levert dus voor de Pieten heel wat problemen op. Frans Wolraven, Gaykrant. Ik weet bijna zeker dat jij een van de weinigen bent die de film al heeft gezien. Dat klopt, ik heb hem zelfs al 2 keer gezien. Verklap eens, hoe is die? Wij weten van niets. Hij is heel erg leuk, hij is anders dan andere jaren. Omdat er wat animaties in zitten, meer dan andere jaren. Er komt een satelliet in voor. Nou ja, dat is... Vorige keer toch een Boeing die landde op de snelweg. Ja, maar satelliet gaat even verder dan, vind ik hoor. Een Sinterklaas satelliet, ja. Enkele lichtjaren. Enkele lichtjaren op zijn minst, ja. Ik heb hem nog niet helemaal afgewerkt gezien, maar ik heb een aantal effecten gezien. Dat denk ik stoer, heel stoer. De derde keer dat je Sinterklaas speelt, hoe bevalt dat bij Martijn van Nellestein? Het is één groot feest, het is zo leuk om te doen. Kan natuurlijk niet in volle ornaat hier zijn, omdat hij over een maand pas officieel aankomt in Nederland. Maar de hele opnameperiode is geweldig. Dit is natuurlijk fantastisch en het verveelt me nog geen seconde. Integendeel, het wordt alleen maar leuker. Ik moest mezelf spelen, dus dan valt het op zich mee. Ja. Alleen het is wel heel erg onwerkelijk, zeg maar, dat je toch in een film meedoet. En ik heb hem al gezien, ik heb de film al voor mogen schouder. Zo. En het is eigenlijk een beetje net alsof de eerste keer terug hoor op de radio. Onwerkelijk. Je filmdebuut, Sinterklaas. Klopt. Hoe is je bevallen? Ja, hartstikke leuk eigenlijk. Ik vind het echt te gek om een keer zo mee te spelen, een echte filmspeelfilm. Wij gaan die kant op, naar het kasteel van Sinterklaas. Jullie gaan die kant op en leiden de politie af. Is goed. Alex, oftewel Pakjespiet. Yes. Uitgeroepen tot leukste Piet van Martijn van Nellestein, Piet Possie, door de Gaykrant. Oh, echt waar? Hoeveel keer heb je al Pakjespiet gespeeld? Dit is het 4e jaar. Ja. Ja. Een vreemde eend in de bijt is Martijn van Nellestein. Je hebt natuurlijk ook al in andere films en series gespeeld. Ik kan me nog iets heel spannends herinneren met een lift en zo, maar goed. Je bent gelicht. Ja. Dat is ongelooflijk, ja. We roepen niet zomaar iemand uit tot leukste Piet. Maar hoe is Martijn als vreemde eend in de filmbijt? Nou, dat heb je heel goed gezegd. Het is inderdaad een vreemde eend in de filmbijt. Maar het is ontzettend leuk om met hem te werken, uiteraard. Vanwege zijn enthousiasme is het ontzettend aanstekelijk. Hij krijgt alles voor elkaar. Hoe verhoudt hij zich ten opzichte van je andere regisseur? Zeer behoorlijk. Zeer behoorlijk. Zeker namelijk, als je bedenkt dat hij ook nog meespeelt. En regisseert en produceert en meespeelt. 3 petten af. Ik denk een vreemde eend in de bijt is een goede uitdrukking, maar een hele aardige gast. Ik heb heel met hem gelachen op de set. Maar jij als ambitieuze acteur met een uitgestippeld carrièrepad, komt was dit er dan zo? Was het maar zo. Had ik maar een uitgestippeld carrièreplan. Ja. Maar dan kom je in, eigenlijk is het een wrang lot, want je meest bezochte films, dan ben jij helemaal in zwart gehuld. Ja, dat is waar. Maar het is ook alweer zo geruststellend. Ja? Het is wel fijn, ja. Ja, ja, ik doe ook veel theater. Ja. En ik hou ook wel een beetje van het low profile werk. Want doorbreken, dat interesseert je niet? Nou, doorbreken, je hebt natuurlijk doorbreken verschillende kanten van doorbreken. Je kan zeggen doorbreken, dat is een bekende Nederlander worden. Maar je kan ook doorbreken en in mijn optiek is dat het spelen van de rollen die je graag wil spelen. Sint-Nicolaas? Sint-Nicolaas? Oh, jeepie.
Hoe komt het dat jij tot de fine fleur van Martijn van Nellesteins cast behoort? Dat moet je toch aan weinigen voorbestemd? Ja, dat moet je volgens mij aan Martijn vragen. En, maar waarom is Martijn dan tot jou, hoort Martijn dan tot jouw fine fleur van regisseur? Ik heb, Martijn heeft mij 4 jaar voordat de eerste bioscoop Sinterklaasfilm kwam, heeft hij mij benaderd. En hebben we wat gedronken en gesproken in het Amerikaan Hotel volgens mij. En er is geen mogelijkheid om nee te zeggen tegen Martijn. Wat is dat in hem? Ja, het blonde haar? Nee, het is niet het blonde haar. Hij heeft een soort enthousiasme en bezetenheid bijna als het om Sinterklaasfilms gaat. Dat je denkt, ja, daar kan ik niet nee tegen zeggen. Dat zou te lullig zijn. En ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik denk, omdat hij een soort blik heeft, als hij daarmee aankijkt, dan ben je verkocht. Of je nou op mannen valt of op vrouwen, dat maakt niet uit. Als hij je aankijkt en vraagt, doe je mee? Dan zeg je ja. En de ijdelheid der actrices, laat hij je goed uitkomen op het witte doek? Ik weet niet of jij mevrouw Dakjes wel eens gezien hebt. Vorige keer. Oké, nou, misschien is mevrouw Dakjes erg gelukkig met het resultaat, maar ik ben blij dat ik er privé zo uitzie. Ja. Jullie zijn de zak met cadeautjes vergeten. Minpuntje. Dat wil ik dus de hele tijd zeggen. Had dat dan ook gezegd? Ook een minpuntje. Erik Jan, goedemorgen. 7e keer dat je deze film maakt. Het verveelt vast en zeker. Nou, het verveelt niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook nog steeds echt wel nerveus ben. Want het is toch altijd wel weer echt wel spannend om te zien wat iedereen er nou van vindt. Ja. Het is toch de eerste keer dat je kindje waar we zo lang aan gewerkt hebben in het openbaar komt. Ja. Frans, goedemorgen. Goedemorgen. 2,5 maand na de opname. Hoe zijn ze je bevallen? Ja, dat was waanzinnig. Marga. Ja, hallo. Hoe is het? Ja, helemaal goed. 4 zinnen. 4 zinnen, maar wel, en dat was natuurlijk wel bijzonder, voor de nachtwacht. Ja. Ik ben de directeur van het Rijksmuseum en ik stond voor de nachtwacht en dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere. Sinterklaas, Pietjes, wat fijn dat jullie er zijn, wat een onverwacht. Ja, wat onverwacht. Ten slotte, de Songfestivalbox van de Tros is gesloten. Zo. Jij doet echt niet mee dit jaar? Nee, ik ga echt dit jaar niet meedoen. Ik weet dat niet? Er... Het ging zo goed in de jaren 80. Ja, dat klopt. Maar die tijden komen niet meer terug, vrees ik. Nee, ik laat het graag over aan de nieuwe garde, aan de jongere garde. Ik hou me daar wel enorm mee bezig. Dat houd ik allemaal in de gaten. Dat blijft altijd. Het blijft een mooi fenomeen. En misschien gaan we dit jaar eindelijk eens vreselijk veel punten scoren en door naar de finale. Dat zou leuk zijn. Het lijkt me pas dat het voldoening geeft als je elke keer groeit. In hoeverre is de Sinterklaasreeks gegroeid? Ik denk dat we heel erg gegroeid zijn. Ik denk dat als je het eindresultaat straks in de bioscoop ziet, dat je echt wel kan zeggen van goh, dit is toch wel de beste tot nu toe. En dat moet ook wel. De bak, dus even kijken of die Sinterklaas daar uitgespookt heeft wat wij niet kunnen. Ik heb geen idee, inspecteur. Geen idee. Wie is die knappe meneer rechts van jou? Nee, links. Voor de kijkers rechts. Voor de kijkers rechts, dat is Martijn. Ja, kijk Martijn. Ja, oh. Frans, goedemorgen. Wij hebben iets goed te maken, Martijn. Is dat zo? We hebben een kleine vete van een jaar geleden. Ja, dat is wel waar. We hebben een jaar geleden, toen weigerde Frans Wolraben naar onze filmpremière te komen. Ja, schandalig. Ja, hij vond het daar belangrijk om voor de tweede keer naar iets met dansen en met zingen en met huppelen te gaan. Ik weet niet meer wat het was. Legally Blonde. Nou, dat toch wel. Een musical. En wie is de blonder? Ja. Wie is de blonder? Ik heb als missie deze ochtend dat wij na deze film het goed maken, de Gaykrant en Martijn van Nellesteijn. Oh. Hoe groot zijn onze kansen? Nou, heel goed. Ik ben benieuwd. De Gaykrant dat ik weer een gratis abonnement ga krijgen of zo. Ja, dat hadden we al lang verwacht eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik wens je een spectaculaire première. Dankjewel. Wij spreken elkaar tussentijds weer, want ik ga pas weg. Als het weer goed is tussen ons. Oh, nou, dat is goed. Dan ben ik heel benieuwd hoe jij het goed gaat maken. Ja, ik ben heel benieuwd. Van je echtgenoot Joram. Een slot-evaluatie. Hoe is het gegaan vanochtend? Ja, goed. Het publiek was enthousiast. Er werd goed gereageerd in de zaal. Het is altijd spannend op première, weet je wel? Het is altijd heel spannend als je in die zaal vol zit. Ja. Komen die begintitels en dan denk je, oh, als ze het maar leuk vinden.
Let jij op speciale dingen? Ja, want ik weet waar de grapjes moeten zitten. Mm-hmm. Dus dan wil ik ook weten of het publiek reageert. Ja. Het is ook leuk om te merken dat het publiek ook op bepaalde punten reageert. Oh ja, oh, dat is ook grappig. Dat had ook grappig kunnen zijn. Ja. Toch stak Martijn een tirade, wil ik niet noemen, maar wel een klein klaagzangetje af over dat wij critici denken, hierover denken als een Peppy en Kokkie film. Ja, nee, dat hebben we natuurlijk heel vaak gehad. Ik denk dat het heel erg onterecht geweest is. Ik denk dat we met deze film absoluut hebben laten zien dat we absoluut een leuke kinderfilm kunnen maken. Ja. Daar is het ook voor. Ons publiek zijn kinderen. Heel veel recensenten snappen niet. Die snappen, verplaatsen zich niet in een kind. Ja, dan moet je niet gaan zoeken naar drie dubbele ladingen en weet ik veel wat voor zaken. Het is gewoon leuk vermaak voor een heel groot publiek. Dat bieden wij. Geen sprake van pijn dus. Nee, nee, totaal niet. De pers kan schrijven wat ze willen. Dat zullen ze elk jaar doen. Dit jaar moeten we toch zien wat er in de kranten gaat staan. Maar uiteindelijk vind ik het niet belangrijk wat de pers gaat schrijven. Dan vind ik het belangrijk wat de mensen die hier staan vinden. En nog veel belangrijker, de kinderen zometeen in de bioscoop door het land heen. Die moeten hem leuk gaan vinden. En daar gaat het om. Maar gesteund door, ik weet niet hoeveel gouden films, kunnen jullie daar toch lak aan hebben? Toch voel ik een beetje pijn. Ja, een beetje wel. Ik denk dat je ook een soort stukje erkenning uit het vak wil. Ik denk dat het verdienen, zo voelt het. En ja, ik denk dat ieder mens zoekt ook een beetje naar erkenning. En de grootste erkenning is uiteraard, dat zijn de kids, de schoolpleinen die overal aanspreken. Daar gaan we, dat is de erkenning die we eigenlijk willen hebben. Maar het zou ook wel eens een keer fijn zijn als die erkenning uit een andere hoek komt. Goed zo, en nou de slotvraag. Is het weer goed tussen de Gaykrant en Martijn van Nellenstein? Nou, als jij dat gratis abonnement regelt, voor, ook voor Erik Jan, is het helemaal geregeld. Oh, was dat zo makkelijk? Had ik daar een jaar op moeten kniezen? Je hebt het zelf verpest natuurlijk vorig jaar. Ik zie jou volgend jaar op... Want dat Frans achter de vrouw aangaat, vind ik niet echt Gaykrant namelijk. Frans had gewoon achter Martijn aan moeten gaan. Oh, dat is Gaykrant. Oh, is dit een gefrustreerde filmregisseur? Nee, het is gewoon duidelijk uitleg voor de mensen thuis. Dat ze wel snappen dat jij het verpest hebt. Ja, dankjewel. Frans, alle kijkers thuis, veel plezier en fijne dag. En alle mannen naar Sinterklaas gaan, hè?